Hier maakte ik een bedieningsfout die ik gisteren ook maakte. Ik zat wat in te spreken, maar ik had alleen een foto gemaakt. antennebouw. Top simpel. Dit is het eerste wat moet gebeuren. Is de rol met antennedraad. Het eerste wat moet gebeuren is dat ik het begin waterdicht maak. Dat kan ik helaas niet laten zien, want ik heb geen statiefje bij de hand. En ik ga het ook niet heel uitgebreid filmen. Maar ik laat wat resultaat zien. Kijk, zo ziet dat eruit. Met een stukje afknippen nog maar. Maar hoeft ook niet hoor. Dat zit buiten het zicht. Hè. Maar voor netjes. Het valt misschien net wat meer op als het flapje er nog aan zit. Dus we halen er even af. Verder twee houten wasknijpers. En daar gooi ik hem dus. Ja, houten zijn zwaarder dan plastic wasknijpers. Daarmee gooi ik hem dus het Velux raam uit. Over de rand van het dak. Ik weet het te zien is. Hier heeft de zonnepaneel gezet. Maar in ieder geval naar beneden langs de muur. En dan loop ik zo naar buiten en dan trek ik de draad verder naar die boom toe, daar. Kijk, hier gaat hij nu. Hier zit hij. Je kunt zien, de knijpers die trekken hem verder naar beneden. Nu liggen de knijpers vrij zeker op de grond. Dus nu kan ik naar buiten en hem om de boom heen knopen. Nou, hier ligt hij dus keurig op de grond. En daar moet hij heen. Dus. Ja, daar drukte ik nog op uit. Daar ligt nog een bezemstok. Daar rek ik het ding mee hoger de boom in. Als hij niet helemaal strak staat. Dus, nou, op naar de boom. En dan breng ik het ding even op. Ah, hij staat strak, kijk. Dus, hoef ik niet op te passen voor fietsers en zo. Nou, in de boom knopen. Camera even weg. Zo, en nu dat ding dus steeds hoger in de boom wrikken. Want met één hand nog een stuk lastiger gaat dan met twee handen, moet ik zeggen. Maar dat werkt. Nou, zo doen we dat dus. Geen trap of niks nodig. Dus als die hier niet genoeg klemt, dan ligt die slap over de stoep. En er zijn wel eens fietsers die er langs komen. Als ik hem strak trek, dan is die zo laag dat een fietser er aan kan rijden. Bij de oude antenne kon dat niet anders, maar bij deze gaat het wel zo dat ik hem... Nou, ik ben redelijk buiten adem. Maar dat ik hem strak getrokken kan houden. Wat ik meestal deed, dat was 's ochtends om 6 uur of net als het licht was in ieder geval de antenne opbouwen. Meestal op een zondag. Dan was de kans op verkeer heel gering. Maar nu kan het ook midden op de dag. Dus dat is mooi. Nu moet hij nog hier overheen. Dan span ik hem opnieuw strak. We bevestigen hier maar een paar schroeven die hier zitten. Dat zijn nog de resten van de oude antenne. En dan is hij gespannen en dan kan hij aangesloten worden op de antennetuner. Dus maar dit is de antennetuner. Rechts, links de SWR-meter. En de draad komt dus meteen in de tuner op de plek eigenlijk waar de antenne binnenkomt. Nou ja, op een meter na. Maar alleen draad, geen coax achter de... Nou ja, het is wel coax, maar ik gebruik alleen de buitenmantel. Het is coax omdat de katten er nog wel eens in bijten. Ik denk dat het te zien is, maar de draad zit nu weer netjes over het stokje heen. Daardoor hangt hij, als hij gespannen is, boven de dakrand, boven de dakgoot, een centimeter of 30. Dus dat is wel nodig daardoor. Zo, nu nog even opnieuw opspannen en de draad strippen. Is dat te zien? Volgens mij niet. Nou, ik heb hem gestript. Waar zit ik nou met dit ding? Oh, hier. Ik heb hem gestript inmiddels. Ja. Zie. Even opspannen nog. En opnieuw hier aan de schroefjes vastmaken. Jouw restant even verwijderen.
Kijk, dit is, ik weet niet of die nou scherp is, maar dit is om kattenproblemen te vermijden. Een kroonsteentje in antenne en hier ga ik verder met coax. Dan kunnen ze, dus de RG58, daar kunnen ze niet zoveel over knallen. Krijgen ze in elk geval niet door. En normaal hangt deze hoger, maar mijn huidige kat is erg oud. En die komt zo hoog niet. We have a result. Hij doet het. Hij doet het. Nou, dat is weer nog even keurig op goede waarde zetten. Zo, het is wel een beetje, maar... Nou, je ziet het is redelijk druk. Hij doet het. Geen probleem.